Leuk dat je op deze video hebt geklikt, hé. Vandaag is het gewoon weer tijd om lekker te gaan zitten minecraften. En waarom sta ik nou naast dit gebouw, vraag je af? Dat is een hele simpele reden. In mijn vorige video heb ik bij het postkantoor een brief ontvangen van Char de Knar. En dat ging namelijk over Mandy's Mansion. Dat is dat grote gebouw waar ik net was. En er staat als ik een abonnement van 64 diamonds betaal, eenmalig, dat ik dan deze mansion altijd gratis kan gebruiken. En het leuke aan deze mansion is dat er zoveel villagers zitten waarmee je kan ruilen en kan traden. Letterlijk elke villager die er bestaat kunnen we gebruiken. Dus stel we hebben ooit hier wat nodig, dan kunnen we hier gewoon heen gratis alles doen. Maar het ding is, daarvoor hebben we natuurlijk wel 64 diamonds nodig. En laten we even kijken hoeveel we er nu hebben. Oh, trommelgeroffel. Boom. 11. We hebben 11 diamonds. Dat is dus al lang niet genoeg. Goed, in deze video moeten we dus een aantal diamonds gaan sparen. Dan gaan we even kijken of mijn winkel misschien een beetje winst heeft gemaakt. En we gaan kijken. Oh, dat gaan we, wacht, dat gaan we gelijk doen. We kunnen hier even bij de rommelmarkt kijken. Waarom staat hier een beacon? Er staat hier verder en ineens een beacon midden in mijn basis. Wie heeft deze geplaatst? Waarom staat hier een beacon? Kat, jij zou de boel hier bewaken. Jij zou opletten, hadden we afgesproken met je neus tussen je ogen. Ja, daar kan je wel zo kijken naar me. We hadden een afspraak, hè? Kijk me eens aan. We hadden een afspraak, meneer. Ongelooflijk, hè, die katten weer. Ah, ik vind je wel een schatje. Maar ik wilde kijken bij de kringloopwinkel hier. Heeft Justin al dingen teruggekocht of niet? Of is hij gewoon... Hij heeft namelijk wel verteld dat hij het heeft gezien. Ah, hij heeft alleen nog niet teruggekocht. Ik kreeg een berichtje van hem op Discord dat hij dit allemaal had gezien. Alleen waarschijnlijk heeft hij het gewoon nog niet teruggekocht. Dus ja, hij zal het misschien volgende aflevering gedaan hebben. Goed, maar naast dat wij 64 diamonds moeten gaan sparen... gaan wij heel even hier wat extra vuurwerk pakken. Wat ik nog meer wil gaan doen deze aflevering, jongens. Elke keer als ik nu naar Mandy's Mansion ga, want ik kom niet uit mijn woorden. En ik kom hier zoals dit gewoon prima aan en ik draai me om. Ziet mijn basis er daar natuurlijk leuk uit, maar dit gedeelte hier... Bleh. In deze video wil ik ook beginnen met de achterkant, of de zijkant en het achterhoekje daar. Ongeveer de hoek wil ik gaan bouwen. Zodat we ook nu vanaf Mandy's Mansion gewoon een mooi uitzicht hebben. En Char die klaagt ook altijd dat het uitzicht natuurlijk best lelijk is. Dat snap ik ook wel. Maar zodra die helemaal af is, muah, dat gaat echt prachtig worden. En in de vorige video heeft Char natuurlijk mijn spullen voor mij verzameld. Zodat ik dit gedeelte hier kon bouwen. En wat nou als ik jullie even met trots mag vertellen. Dat Char de Knar gewoon wederom allemaal spulletjes voor mij heeft zitten verzamelen. Als jij deze video kijkt, ben ik namelijk op dit moment lekker op vakantie. In Aruba met een drankje in mijn ene hand. Een hamburger in mijn andere hand. En een hele dikke vette pants lig ik daar lekker op mijn zonnebadje. En wie weet ben ik wel aan het zwemmen momenteel. Oh, waar ben je? Oh, ik was tegen mijn kijkers aan het praten, hé. Hey, joh. Ik ben op dit moment op vakantie, Harlan. Kijk eens wat Char gedaan heeft voor mij. Dit heeft Char allemaal verzameld. Ah, oh, dat is wel echt heel lief van Char. Dat is lief, hè? Ja, nou, ik betaalde wel voor, moet ik wel zeggen. Oh ja, maar dus alsnog best wel... Alsnog is het echt heel lief van. Dan zit jij mij gewoon te bespioneren terwijl ik een video aan het opnemen ben. Nee, hoor. Zou ik gewoon, wat hoorde je? Dat je op vakantie ging, dus. Ja, en ik zei van. Sebastian, dit stukje mag wel even weg. Nee, dat heb ik niet gezegd. Ja, zoiets zei je. Goed, waar was ik gebleven voordat Harlan mij zo verstoorde? Ik ben op dit moment lekker op vakantie, dus onze lieve Char heeft dit wederom voor mij verzameld. Echt een topper is het, jongens. Laat allemaal even in de reacties weten. Char, je bent een topper. En we houden van je. Dankjewel, groetjes, een lieve kijker. Ik wil precies dat je dat zegt, gewoon meer niet. En een hartje misschien erachter. Dat zou ik heel erg waarderen. Goed, dus laten we deze verse verzamelde spulletjes hier bij elkaar rapen. Dan gaan wij naar de zijkant vliegen hier. Langs de tandwiel die we in de vorige aflevering gebouwd hebben. En ik denk dat ik mijn spulletjes dan op dezelfde plek neer ga zetten als vorige keer. In de vorige video had ik ze ongeveer hier. Dat denk ik nu weer nuttig. Zo. Want wat we gaan doen... Ik zal het even een beetje proberen uit te leggen. Wat ik wil gaan doen is het randje ongeveer tot daar... Wil ik het randje door laten lopen helemaal tot daar. En vanaf daar begint de verdieping ook echt. Maar we gaan niet die verdieping erbovenop bouwen. We gaan eerst de onderste verdieping bouwen. Alleen die wil ik in een halve ronding hier zo hebben. En dan wil ik hier een tuin. Weet ik veel wat. Weet je jongens, ik kan het wel allemaal uitleggen. Maar ik merk aan mezelf dat de uitleg niet heel duidelijk is. En dat jullie er niet veel wijzer op worden. Dus laten we maar gewoon aan de slag gaan. De spullen staan klaar. Ik ben helemaal ready voor een timelapse. Je hoort de muziek al helemaal opkomen. De dikke party gaat beginnen in 3, 2... 1, 2, 3,
Jongens en meisjes, wat ben ik blij met dit resultaat. Zoals je kan zien hebben we voor een leuk design gekozen. En dan snap je ook wat ik bedoel met dat de onderste verdieping een beetje een halve cirkel is. En daarboven wat groter. Ook heb ik gekozen om een... Oh, even mijn dingen omdoen. Ook heb ik ervoor gekozen om wat oude dingen aan te passen. Dat was één klein dingetje. Ik heb hier die witte strepen... Heb ik grijs gemaakt. En dat is veel mooier naar mijn mening. Maar ik vind het alleen een beetje moeilijk om een mooie hoek te zoeken. Om het allemaal aan jullie te kunnen laten zien. Omdat het best wel hoog is. Nou, op zich, dit is wel een leuke hoek. Zoals je kan zien hebben we een paar bomen geplaatst. En we hebben wat schoorstenen geplaatst op de ondergrond. Om het zo druk mogelijk daar te maken. Dan hebben we hier een steunpilaar die dat bovenste platform hier heel stevig vasthoudt. En daaronder hebben wij die onderste verdieping. En daar heb ik vooral glas gekozen. Zodat er toch nog een beetje dat moderne ertussen uitkomt. Dat moet natuurlijk een mix zijn van heel erg steampunk, heel erg industrieel. Wat ik voornamelijk in de vorige timelapse hier gedaan heb met dat grote tandwiel. Alleen brengt de achterkant het dan weer toch een beetje terug naar het wat modernere. Ah, kom er net niet op. Terug naar het iets modernere. Dus wat ik dan met de verdieping hierbovenop wil doen is waarschijnlijk wil ik die ook zo rondmaken. Dat dit dan een mega cool balkon wordt waar je lekker kan chillen. Dat je echt... Ik denk dat dit het grootste balkon van heel dit gebouw gaat worden. Dat je dan hier zeg maar ook misschien gewoon een kamer hebt die daar uitzicht heeft. En dit balkon heeft gewoon uitzicht op alles. Gewoon kijk hoe een cool uitzicht dit heeft. Je ziet de fabrieken daar. Je ziet Mandy's Mansion. Je ziet Joris' baas. Je ziet mijn gloednieuwe pad die we in de vorige aflevering gebouwd hebben. Ja, dit is wel erg succesvol weer hoor, dames en heren. Goed, dan moet ik het... Nou, misschien hoef ik het nog niet zozeer te belichten hier. Oh, het is wel als je hier nu rondloopt. Jongens, is het helemaal dichtgebouwd. Het is letterlijk alleen aan de andere kant. Waarom staan er zoveel crafting tables? Het is aan deze kant. Hier is het natuurlijk wel nog helemaal open. Aan de kant van het sumo-platform. Even kijken. Deze kant is nog echt super leeg. Maar wat ik uiteindelijk wil gaan doen, denk ik in een van de volgende afleveringen, is dit achterkantje kunnen we soort van gespiegeld aan de andere kant bouwen. En het enige wat ik dan nog moet doen is even kijken, is dat hier dit gedeelte hier. Ik wil daar niet ook een tandwiel hebben. Ik denk dat ik het iets anders aan deze kant wil hebben, maar... Misschien is het tandwiel aan deze kant ook wel heel mooi. Dat we hem gewoon echt heel gespiegeld bouwen. Dat het wel een beetje een symmetrisch gebouw is, weet je? Maar daar moeten we even over nadenken. In ieder geval, laten we nu heel even kijken. Stel, ik heet Joris de Pipaporus en ik sta aan mijn basis. Oh, ja, kijk dit dan even, jongens. Oh, dit begint er echt heel cool uit te zien vanaf hier nu. Dit begint er echt heel gaaf uit te zien. Af en toe twijfel ik even een beetje over het gebouw of het wel leuk gaat worden. Maar nu die achterkant, die maakt het wel echt gewoon... Moet ik heel voorzichtig die bovenverdieping erbovenop een keertje gaan bouwen. Want ik moet het niet verpesten nou. Het begint namelijk wel erg cool te worden nu. Goed, dan is het nu tijd om diamonds te gaan sparen voor Mandy's Mansion, dames en heren. Laten we even langs mijn winkels gaan. Ik denk niet dat er in de tussentijd wat gekocht is. Want in de vorige aflevering, of die aflevering daarvoor, ben ik bij Joop hier geweest. En zijn we even de winkels gaan checken. En volgens mij is er in de tussentijd niet echt heel veel gebeurd op de server. Aangezien ik dus aan het vooruitwerken ben, zit er elke keer maar één dag tussen een video. In plaats van de normale 2-3 dagen. Nee, in de tussentijd is er inderdaad niks gekocht. Dat betekent dat we moeten gaan minen. Heel ouderwets moeten we gaan minen. Nou, oh, ik ga wel even mijn spulletjes achterlaten in mijn chestroom. Anders heb ik al deze shulkers mee en dat is best wel riskant. Vliegen we even, hoppakee, mijn chestroom in. Plaatsen we even de shulkerboxes hier, dat ik ze niet vergeet op te ruimen binnenkort. Oh, overigens jongens, ik weet dat hier achter binnenkort mijn supersmelter gaat komen. Joris heeft voor mij een ontwerp bedacht. En ik snap al dat redstone systeem helemaal niet. Dus binnenkort gaan Joris en ik dat ding daar samen bouwen. Want hij is een redstone expert naar mijn mening. Dus ik denk dat dat de volgende video wordt. Of die video erop. Dan gaan we samen hier mijn supersmelter maken. Goed, maar laten we nu mine... Oeh, torches meenemen. Flop, flop. Nou, daar gaan we. Ik ga voor de 100ste keer ga ik via sharding hier naar beneden. En dan moet ik wel heel ver weg gaan lopen. Want dit hier is al helemaal geloot. Maar ik zie jullie wel terug. Zodra we... Ah! Auw, auw. Ik zie jullie wel terug zodra deze pijl uit mijn kop is. En zodra ik meer dan een stack diamonds heb. Dat kan waarschijnlijk wel langer dan een uur duren. Nou, trouwens, ik heb Fortune 3. Misschien duurt het niet langer dan een uur. Ik moet zeggen, dat was een behoorlijk succesvolle mine-sessie. Ik vind het wel altijd saai. Nou, het enige is, ik kan altijd leuk YouTube-filmpjes kijken tijdens het minen. Dat is wel het voordeel dan weer. Maar laten wij eerst heel eventjes alle... Oh, redstone moet trouwens helemaal niet hier. Laten we eerst even alles wat geen diamond is wegstoppen. Je krijgt alleen maar op dit lage niveau waar je mint redstone, diamonds en af en toe een beetje gold en ijzer.
Kijk hoeveel redstone je krijgt. Waarom praat ik überhaupt over die redstone, jongens? Ik heb bijna 2 stack diamonds zitten mijnen. En dan ga ik lekker over redstone zitten praten. Oké, we stoppen dat redstone even snel weg hier. Stoppen we deze 41 diamonds hierbij. Char zei dat ik de diamonds via de post terug kon sturen naar haar om het abonnement te activeren. Maar ik wil het even wat leuker doen. Ik heb het postsysteem natuurlijk gebouwd, maar ik denk dat ik het gewoon leuk op een andere manier ga doen met een lectern en een boekje. We gaan er even een leuk pakketje van maken. Doen we nog wat amethyst bij. Zo, roze bloemetjes, blauwe bloemetjes en blauw glas. Nou, laten we kijken of we hier een leuk pakketje van kunnen maken. Vliegen we even naar Mandy's Mansion. Oh ja, ik moet even wennen aan die achterkant hier. Die heb ik natuurlijk nu al een tijdje naar het mijnen niet meer gezien. Maar oh, wat is hier nog mooi, hé. Oké, wat wij dan doen, is we gaan hier in het midden plaatsen wij de barrel. Dan plaatsen wij hier de lectern. Ja, die kunnen we hier wel plaatsen. Plaatsen we de barrel hier en die lectern erop. Dat vind ik dan toch leuker. Zo, ja, dat ziet er grappig uit. Goed, dan eerst even de diamonds in het midden. Daaromheen doen we dit. Daaromheen doen we dit zo. En dan hier in de hoekjes doen wij leuke bloemetjes. Kijk, ziet eruit als een leuk pakketje. Ik ben heel een boekje vergeten. We moeten even een boekje... Oeh, trouwens, wacht nu. Ik betaald heb, betekent dat ik Mandy's Mansion kan gebruiken. Kan ik hier boek en quill kopen? Als dat zo is, dat zou echt geweldig zijn. Gaan we hem gelijk testen. Kijk, je hebt hier namelijk de emeralds liggen. Dan zou ik gewoon emeralds kunnen pakken. Dan moeten wij even naar een villager toe. En kijken, verkopen die librarians ook boek en quills? Is de grote vraag. Of alleen gewoon normale dingen. Ik denk niet dat ze boek en quills verkopen als ik het zo zie. Nee. Oké, dat is jammer. Dat is erg jammer. Ik had wel verwacht dat ze dat wel deden. Oh, hier liggen nog meer emeralds. Doen we de emeralds even terug, want dan hebben we er niks aan voor nu. Jullie misschien? Verkopen jullie boekenquills? Ook niet, hè? Nee, dat verkopen jullie ook niet. Jongens, wisten jullie trouwens dat een kleine easter egg in Minecraft... zijn hoedje van die librarian is een boekje. Hij heeft letterlijk een boekje op zijn hoofd. Kijk maar goed, een boekje. Laat maar even weten in de reacties of jij dit wel of niet wist, maar dan weet je het nu... Librarians hebben altijd een leuk boekje op hun hoofd. Nou, dan gaan we maar zelf even een boek en quill regelen. Ook helemaal prima. We hebben een boekje. We hebben een inktzakje. Hey, en een squidhoofd. Oeh, daar kan ik wel wat leuks mee doen. Hier, ik heb een goed idee. Op de neus van... Oh, Angelique. Hoe heet ze Angelique, de ding? Volgens mij heet die Angelique, toch? Hier, nu heeft Angelique een squidhoofd op de neus. Sorry, Rick. Ik moest het doen van mezelf. Kippetje hier komen. Dan hebben we een veer. En zo hebben wij een boek en quill. Weet je wat, jongens? Ik ga sowieso nog wat extra's erin stoppen. Laten we gewoon nog 32 diamonds extra betalen. Omdat Char de afgelopen 2 video's spullen voor mij heeft zitten verzamelen. Is het denk ik wel leuk als we dan ook een beetje extra betalen. Kijk, doen we hier doen we zo nog extra diamonds. Beste knar. Bij deze mijn betaling voor Mandy's Mansion. Ik heb 32 extra diamonds betaald, dus nu heb ik het VIP Plus abonnement. Wat betekent dat ik een van jouw villagers mee mag nemen en hem of haar froglights kan laten verkopen. Oh ja, en omdat je mijn spullen hebt verzameld voor mijn video's. Dankjewel en geniet van de 1,5 stack diamonds waar je niks aan hebt, je rijke stinkert. En jij nou, ik was bijna klaar met mijn verhaaltje. Met vriendelijke groeten, Mandy's overbuurman Walnoot. Want Mandy woont natuurlijk daar en ik ben der overbuurman. Even dit doekje doen. Dan signen we die even als betaling. Sign and close. Hoppakee. Nou, zodra Shardy dan komt, dan kan ze dit lezen. En dan ziet ze dat ik heb betaald. Dan heb ik nu toegang tot Mandy's Mansion. Let's go. En als je niet snapt wat ik bedoel met een villager meenemen en voor mijn froglight winkel. Kan ik wel heel even laten zien aan jullie. Dat hebben jullie waarschijnlijk in de vorige video of in de vorige video's ook al gezien. Als wij hier bij het winkelcentrum lopen en dan hier even naar binnen gaan... dan hebben we natuurlijk mijn Froglight winkel hier. Alleen die heeft helemaal nog geen kassa-medewerker. Dat is echt heel droevig. En overigens is deze winkel ook nog steeds leeg. Ik weet het, jongens. Maar ik wil een villager hier neerzetten. En Char heeft gezegd dat dat gewoon mocht. Maar dan vind ik het wel leuk om 32 diamonds extra te betalen. En ik kan een villager daarvan meenemen. Maar volgens mij heeft Char hier de villager breeder ergens staan. Vorige keer dat ik hier namelijk liep... hoor ik heel veel villagers. Even kijken. Volgens mij was dat hier. Hierachter. Hier ergens in de buurt op zijn minst. Hier ergens is een ingang. Waar zit dat? Waar zit haar villager breeder? Bij de toorts daar. Hier. Ja, hier is het. Sowieso, hier staan heel veel villagers. Kijk, daar heb je er al een aantal. En... hier ook, denk ik. Oh mijn god, wacht even. Oh, wat heeft ze er veel. Hallo. Hallo. Oh my days. Wat... jeetje. Ik heb denk ik nog nooit zoveel villagers op één plek gezien. En jullie zijn allemaal nimwits volgens mij, of niet? Dat weet ik niet trouwens, dat is niet waar. Die zijn groen. Oh, één van jullie gaat mijn kassa-medewerker worden. Maar wie? Maar wie? Oh, ze heeft ook al een spoor geïnstalleerd hier. Oh, dit gaat echt een boektaak worden, hé. Oh, hier, wat is dit nou weer? Oh my days. Ik heb een minecart nodig. We gaan even eruit hier.
Ik word helemaal kriegel hier binnen. Ik heb 1 minecart nodig. En een spoor natuurlijk. Want in principe is het niet heel ver. Hij moet alleen daarheen. Dat heb ik zo geregeld. Dus laten wij even een minecart en een groot spoor bouwen. Dat is een minecart pakken en een groot spoor bouwen. We hebben heel wat rails. Dat komt goed uit. We hebben heel wat minecarts ook. Dat komt ook goed uit. Pakken we even wat cobblestone om die dingen te vervoeren. Goed, ik heb denk ik alles wat ik nodig heb. Ah, kijk, hier komt het spoor uit. Dit spoor moeten we hebben, denk ik. Ik denk dat dit, dat hele... Ja, dit moeten we hebben, oké. Nou, laten we hem dan helemaal daarheen bouwen. Beginnen we met het stenen dingetje hier. Erg leuk altijd, villagers vervoeren. Oké, laten we even per checkpoint werken. Ik heb dan volgens mij niet genoeg rails om dit in 1 keer te doen. Dus wat ik ga doen is heel even per checkpoint... dat we hem eerst even hier naar boven brengen... en dan hier laten we hem stilstaan. Dus zodat het fout gaat dat hij niet helemaal terug gaat naar het begin. Want dat zie ik wel weer gebeuren. Ik ken mezelf. Ik die samenwerkt met villagers komt nooit goed. Oké, dan hebben we eerst het normale spoor. Dan gaan we heel even een paar van die stevige dingen hier neerzetten. Nou, op zich kan hij nog wel even door, jongens. We kunnen nog wel heel even door. Ik heb nog wel genoeg om verder te gaan. Oké, ik denk dat het cobblestone plaatsen nu wel klaar is. Laten we even de rails overal plaatsen. Wat een lelijk spoor is dit, maar dat maakt niet uit. Hij is tijdelijk. We gaan hem deze aflevering nog weghalen. Oké, dat is dan mooi gedaan. Even af en toe zo een power drill ertussen ploppen. Oké, tot hier heb ik power drills. Dus laten we kijken hoe ver we komen als ik nu gewoon een villager die kant op stuur. En mijn eten is ook op, zo te zien. Dus dat is ook niet heel handig. Maar goed, we gaan kijken. Het spoor is soort van helemaal tot boven gecreëerd. En ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Hallo, villagers. Daar ben ik weer. Wie wil vrijwilliger worden? De eerste die erin zit, die krijgt hem. Kom maar. Jullie mogen zelf kiezen wie erin gaat. Kom op. Vrijwillig. Niemand die vrijwillig wil? Nee. Oh ja, we hebben er één. Oké, dan gaan we hem duwen. Jij bent voor mij, jongen. Als de rest even aan de kant kan. Jongens, aan de kant, aan de kant, aan de kant. Daar gaan we. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Hij is onderweg. Wacht. Hij is onderweg. Ik ga het helemaal missen. Ik mis alle actie. Oké, wat ik sowieso wil doen is het hier eventjes afsluiten. Dat hij niet per ongeluk helemaal terug kan. Want daar komt hij alweer. Wat ben ik blij dat ik dit heb afgesloten. Dit laatste stukje. Oké, waar ging het fout? Kom maar. Ik wil even kijken waar het fout ging. Doe je ding. Ga maar omhoog. Waar ging het fout? Je ging hierheen. Dan ging je verder. Oké. Dan hier red je het ook. Dat is helemaal goed. Ah, hier ging het fout. Nee, ik ga je helpen. Jongen. Ik ga je helpen, dat is goed, zo. Dan creëren we hier weer een checkpoint. Dan kan het dit allemaal ook niet meer fout gaan. We gaan per checkpoint gaan we werken. Kom maar, ga maar verder. Goed zo. Ja. Nee! Je was bijna hier. Oh. Laten we dit even allemaal vastlopen hier achter hem. Kunnen we die rails namelijk mooi gebruiken in de toekomst. Oh, en ik heb ook geen eten meer bij me. Ik meen nou dat ik heen en weer moet. Ik heb ook nog maar 2 vuurwerk bij me. Nou, trouwens, ik heb meer vuurwerk bij me. Komt goed. Komt helemaal goed dit. Wie heeft er eten nodig? Ik niet. Weet je wat ik nodig heb? Een dutje. We gaan... Oh, en mijn pickaxe op de grond gooien. We hebben een dutje nodig. Hey, jongen. Ben je er klaar voor? Ik heb allemaal nieuwe gekke rails voor jou, dus dit moet helemaal goed komen. Jij hebt hier moeite ongeveer. Gaan we er eentje voor je plaatsen. Dit ga je wel redden. Dit ga je ook wel redden. Hierboven. Nou, dit red je ook wel als ik je een setje geef. Hier ga je een extra setje nodig hebben. Ik zie het alweer gebeuren. Zo. Ik denk dat ik hier dan de checkpoint ga creëren. Oh, ik ga wel even eten halen. Dat is heel vervelend. Ik kan niet meer sprinten. Hoppakee. Cookpork shop. Let's go. We zijn er bijna, jongen. Gaan we weer. Ready? Ik ga hem bij me. We gaan met checkpoints werken. Dat is 1 omhoog. Ja, dat is nog eentje omhoog. Let's go. Ja, dit gaat goed. Prima. Checkpoint. Checkpoint hier. Goed zo. Kijk hoe snel die gaat ineens. Man is niet te... Oh, hij komt terug, Hier stoppen, Goed zo. Hé, je bent lekker bezig. Ik wil nog een goede naam voor jou bedenken. Ik vind je wel een beetje een Donald. Ik weet niet waarom. Kom maar, Donald. Bij deze heb je ook gelijk je naam gekregen. Ik ga je een paar setjes geven. Ook al gaat het hier even stijl omhoog. Wees niet bang. Goed zo. Nieuwe checkpoint, Nee, we gaan deze kant op, Oh mijn god, ik heb hier niet eens van die rode rails geplaatst. En het lukt gewoon. Let's go. Donald. Kijk ons gaan. Hier eventjes. Ik duw je gewoon. Hoppa. Nou, en dan nu is het heel simpel, jongens. Nu is het gewoon het hele spoor deze kant op brengen. Gaan we hier door de poort heen. Dat betekent dat we de poort wel heel eventjes hier moeten slopen. Maar dat is geen probleem. Langs het trammetje hier. Hey, Joop, let niet op mij. Ik weet dat je de bewaker bent, de bodyguard. Maar dit is allemaal gewoon heel goed wat ik hier aan het doen ben. Geen zorgen. Je krijgt een nieuw iemand om te bewaken. Oké. In principe zou dit moeten werken. We gaan het meemaken. Ik zie het wel weer gebeuren dat het niet werkt. Komt-ie, Donald? Oh, komt-ie, hè? 1, 2. En nu? Krijg je een setje van me. Daar gaat-ie.
Daar gaat hij met een setje. Kijk hoe snel die gaat. Wat een snelle man is dit. Kom op, Donald. Naar je plek toe. Naar je plek toe. Je kan het. Nog een setje. Ik blijf hem setjes geven. Dat werkt gewoon. Oh, hij heeft gelijk een baan gekozen. Dat is helemaal prima. Komt hij? Werkt het, werkt het, werkt het. Werkt het, werkt het, werkt het. Erin, 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 erin. Ja, hij zit erin. Oh, dan gaan wij dat minecarretje daar slopen. Hop. Oh, sorry, sorry Donald, sorry. Maak je geen zorgen, maak je geen zorgen. Hij heeft gelijk een baan. Niet dat het uitmaakt, maar... Oh, wacht, ik ga het even slopen. Doe het hek gelijk ook weer dicht, alsof dit nooit is gebeurd. Moeten we dit laatste beetje cobblestone hier ook even slopen. Zo, dat is ook weer netjes opgeruimd. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Mag ik jullie voorstellen aan de nieuwe medewerker van de Walnut Winkelcentrum. Het Walnut Winkelcentrum. Donald. Er mist alleen nog één klein dingetje voor Donald. En daarvoor moeten wij eventjes naar Mandy's Mansion, waar wij nu toegang tot hebben, gelukkig. Kunnen wij gewoon naar binnen gaan. We hebben een abonnementje nu. Even wat emeralds hier pakken, zo. En als het goed is, verkopen sommige van deze gasten hier een nametag. Zie je, dan kunnen we gewoon één nametag kopen. Kijk hoe chill dit is. En ik hoef de emeralds niet eens zelf te farmen. Die mag ik gewoon hier pakken. Ik kom eraan, Donald. Gebruik ik hier ook ergens een anvil? Ja, daar... Nee, niet. Gebruik ik hier anvils? Heb ik anvils in de details gebruikt? Denk ik niet. Oh, mijn god. Kijk, daar. Ik heb daar anvils in de details gebruikt. Maar ik heb waarschijnlijk ook gewoon een anvil hier staan. Trouwens, wat doe ik stom. Ik heb bewust heel wat anvils hier gebruikt. Hier, kijk, er staan hier genoeg. Donald! Let's go! En in 3, in 2, in 1. Hoppakee. Donald, let's go. Je bent nu de medewerker hier. Ik ga binnenkort je winkel bijvullen. En we gaan binnenkort ook de andere twee soorten lichten hierbij doen. Misschien dat dat in de volgende video zal gebeuren. En dan ga ik gelijk even kijken of ik alles helemaal kan bijvullen. En of we eindelijk een keer een sugarcane farm kunnen maken. Hey, dat is nou even leuk, hè? Goed, en het is een erg succesvolle aflevering. Wij hebben hier bij Mandy's Mansion hebben wij een abonnement genomen. Wij hebben, als we even op het dak landen hier en ons omdraaien... hebben wij daar een beginnetje gemaakt aan de achterkant van mijn megabasis. Moet nog veel meer aan gebeuren, maar het ziet er in ieder geval al erg leuk uit wat we hier allemaal aan het doen zijn. Goed jongens, bedankt voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik vond het een erg leuke video om weer op te nemen. Wie weet ben ik de volgende... Nee, er komt nog één content video aan dat ik op vakantie ben. En de volgende video daarop ben ik weer thuis en kunnen we weer iets meer de tijd nemen voor de video's. In ieder geval, vond je het nou zo'n leuke video? En denk je, weet je... Ik wil eigenlijk wel een nieuwe video verwanden, maar die is er nog niet. Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk de video van Makkes de YouTuber. En die heeft een supermarktserie. Helemaal geweldig vindt hij het. En ik vind het maar een beetje raar, maar weet je... Je kan het kijken als je wil. Als het leuk is, dan kan je het gewoon kijken. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tel tot 4, flesje bier en tot de volgende keer. Boom!